Het is even lastig dit weekend in Leiden. Een aantal spoorwegovergangen in de stad die zijn afgesloten. Bijvoorbeeld die bij de Telderskade. En ook hier bij de Morsweg gaat die af en toe een tijdje dicht. Bijvoorbeeld om deze heel langzaam rijdende trein van Structon door te laten met van het grind wat ze tussen de bielsen storten. Dat wordt vervangen en aangevuld. Datzelfde geldt voor spoorstaven en dwarsliggers. En bij de overgang bij de Telderskade, daar wordt ook de hele spoorwegovergang vervangen. Dat is een mooi gezicht. Ze leggen er gewoon een hele nieuwe overgang in één keer in. Een prefab overgang. Nou, hier moeten we nog heel even wachten tot het rode licht gedoofd is. En dan kan het hier ook weer verder. Ja, en dit is hem dan, die spoorwegovergang bij de Telderskade. En zoals je ziet, een heel nieuwe overgang. Prefab werd kant en klaar aangevoerd en erin gelegd. En het werk is klaar.